Jullie hebben vast opgemerkt dat we de algemene inleiding van het handboek, dat we dat nu achter de rug hebben. We hebben daar een aantal dingen samen van gedaan. Jullie zijn met een aantal begeleide zelfstudies zelf met de leerstof aan de slag gegaan. En we starten nu met het volgende deel, dat deel 1 getiteld is na de algemene inleiding. Een eerste deel, dat gaat over de strafwet. En vandaag bekijken we eigenlijk drie hoofdstukken daaruit. Het eerste hoofdstuk gaat over het legaliteitsbeginsel. Dat is iets waar ik nu in deze sessie geen aandacht aan ga besteden. Dat is iets wat jullie via de begeleide zelfstudie zelf kunnen doen. Waar we het vandaag wel samen over gaan hebben, is het tweede hoofdstuk, de interpretatie van de strafwet. En dan het derde hoofdstuk, dat gaat over de wisselwerking tussen het EVRM en het strafrecht. Dat is iets waar jullie ook zelfstandig mee aan de slag gaan op basis van een opdracht die ik jullie op je fora gegeven heb. Voor deze sessie gaan we het dus hebben over interpretatie. En eigenlijk wat ik geprobeerd heb om hier schematisch voor te stellen op de slide, zijn er drie verschillende vormen van interpretatie die jullie moeten kunnen toelichten, maar vooral ook moeten kunnen toepassen op het examen. En de reden waarom ik ervoor gekozen heb om dit deel samen met jullie in een interactieve sessie te overlopen, is omdat we de afgelopen jaren gemerkt hebben dat dit iets is wat studenten moeilijker vinden en waar ze aangegeven hebben dat het wel verstandig is om daar dieper op in te gaan tijdens de les, zodat daarna jullie ook vragen kunnen stellen. De manier waarop ik dit vraag op het examen is eigenlijk ook wat we nu gaan doen in deze sessie. Dan is dat ik jullie ga vragen in welke mate dat een bepaalde gedraging, en ik geef jullie dan een korte casus, in welke mate dat die gedraging nu al of niet onder het toepassingsgebied van een strafbepaling hoort. En het kan zijn dat ik een echte strafbepaling neem, dat ik een artikel neem uit jullie strafwetboek. Het zou ook kunnen zijn dat ik een fictieve strafbepaling verzin en dat ik jullie vraag om aan te geven of die gedraging die gesteld is nu al of niet tot een veroordeling kan leiden op basis van die bepaling, dan wel of er tot een vrijspraak moet gekomen worden omdat er geen match is tussen die twee. Nu, om die oefening te doen, moet je dus gaan interpreteren welke gedragingen allemaal onder een bepaalde strafrechtbepaling vallen, onder een strafbaarstelling. En dat doe je eigenlijk in eerste instantie op basis van de letterlijke interpretatie. Dat is wat je helemaal links op het schema ziet staan. Je vertrekpunt, je uitgangspunt is altijd dat wanneer je wil weten of iets nu al of niet strafbaar gesteld is, je naar die strafbepaling kijkt en de woorden de betekenis geeft zoals dat wij die in ons dagelijks taalgebruik een bepaalde betekenis geven. Dus niet te veel interpretatie, niet van wat zou daarmee bedoeld worden of niet. Nee, in eerste instantie kijk je zeer strikt naar wat staat er en welke betekenis geven jij en ik die woordjes in onze normale dagdagelijkse communicatie. Dat is de strikte letterlijke interpretatie, die natuurlijk gekoppeld is aan het legaliteitsbeginsel, dat heel belangrijk is, waar jullie daar straks ook naar gekeken hebben. Maar niet zelden gebeurt het dat die woorden die in die bepaling opgenomen zijn, dat die toch niet helemaal duidelijk zijn, of dat er hier en daar begrippen zijn waar er ruimte is voor interpretatie, waar het niet duidelijk is welke gedraging er nu wel of niet onder valt. En dan moet je een andere interpretatiemethode gaan gebruiken. En er zijn er twee die je naast elkaar kan plaatsen. De teleologische interpretatie en de analoge interpretatie. Die twee die kan je niet samen gebruiken. Het is de ene of de andere, omdat ze een andere doelstelling hebben of een andere reden waarom dat ze op het toneel verschijnen. De teleologische interpretatie, daar zie je staan dat ik heb geschreven zoek aansluiting bij wat de bedoeling van de wetgever was. Teleo betekent doel, hè? Dus de teleologische interpretatie betekent dat je zal interpreteren in functie van wat de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever is. Teruggrijpen naar een teleologische interpretatie, dat doe je enkel en alleen wanneer de letterlijke interpretatie niet werkt. Eerst letterlijk, als het niet duidelijk is wat die woordjes betekenen, wel dan kan je naar die betekenis gaan zoeken in bijvoorbeeld de voorbereidende werken, parlementaire discussies die er geweest zijn, verschillende tekstversies van een misdrijf die er geweest zijn, om na te gaan, ja, wat heeft men nu eigenlijk bedoeld? Maar die bedoeling doe je alleen als letterlijk niet kan.
Het zou ook kunnen zijn dat je tot de conclusie komt dat er een discrepantie zit in onze strafwetgeving, dat er iets niet logisch is, hè, dat men een bepaalde keuze heeft gemaakt in de ene situatie en men niet diezelfde keuze maakt in een andere situatie. En dan zit je bij de analoge interpretatie. Hè. Je zou kunnen zeggen, tja, dat is toch raar, voor dit misdrijf of voor die situatie heeft men een bepaalde piste uitgetekend, heeft men een bepaald beleid uitgetekend en men heeft daar een aantal strafbepalingen voor in het leven geroepen. En voor die helemaal gelijklopende of analoge situatie heeft men dat niet gedaan. Dat is niet logisch. Ik ga die redenering van dat ene misdrijf of die ene situatie, die redenering ga ik doorkopiëren en toepassen op die analoge situatie. Dat is de analoge interpretatie. Opgelet met de laatste, want dat is niet altijd toegelaten. Een analoge interpretatie, daar ga ik zelfs nog meer in detail op terugkomen. Analoge interpretatie mag enkel in het voordeel van de betrokkenen. Dus als iemand vrijuit zou gaan omwille van een analoge interpretatie, dan mag dat. Als je iemand daarentegen wil veroordelen in functie of op basis van een analoge interpretatie, dan mag dat niet. Dat zijn de drie vormen van interpretaties. Dat klinkt nu relatief abstract misschien, maar we gaan door elk van die vormen van interpretaties doorgaan. En ik ga straks, helemaal op het einde van de rit, dit nog eens herhalen, om ervoor te zorgen dat je dat goed beet hebt. Ik ga jullie meteen aan de slag zetten, zodanig dat jullie ook weten op welke manier dat dit op het examen voorkomt. Dus dit is dan wat ik jullie bijvoorbeeld zou geven. Ik geef jullie een klein casusje en ik vraag jullie, zal die persoon veroordeeld worden of vrijgesproken worden. Kan je iemand veroordelen voor die feiten in combinatie met dat misdrijf? Of kom je tot de conclusie dat er een vrijspraak moet volgen omdat de strafbaarstelling niet matcht met wat er gebeurd is? En een eerste voorbeeld dat ik op de slide heb opgenomen verwijst naar of gaat over wat ik heb genoemd virtuele seksuele handelingen. Je ziet daar staan dat er een man is die vervolgd wordt op grond van artikel 375 strafwetboek. En wat heeft hij gedaan? Die heeft een 15-jarig meisje aangezet tot seksuele penetratie zonder toestemming en heeft dat gedaan via een webcamgesprek. En de laatste is belangrijk, want er is dus geen fysiek contact geweest tussen de meerderjarige dader en het minderjarige slachtoffer dat aan de andere kant van de webcam zat. Je ziet daar dat hij vervolgd wordt op basis van artikel 375, dus moeten we gaan kijken wat er in dat artikel eigenlijk strafbaar gesteld wordt. En daar zie je staan dat verkrachting elke daad van seksuele penetratie is, van welke aard ook, met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. En dus de vraag is, en dat ga ik dan op deze slide, hè, ga ik jullie vragen om daarover te stemmen. De vraag is, kan je iemand veroordelen op basis van dat artikel voor de feiten die gepleegd zijn? En om jullie misschien nog even na te denken, ik weet dat je nu even niet meer kan stemmen, maar om jullie nog even te laten nadenken, toon ik jullie nog even de strafbepaling in beeld. Zodanig dat je de twee nog een keer kan lezen en dat je dan zelfs weet of dat je op veroordeling of vrijspraak zou klikken. De meeste onder jullie hebben gekozen voor de veroordeling. Of hebben geoordeeld dat de feiten die beschreven staan perfect matchen met de misdrijfomschrijving zoals die in artikel 375 is opgenomen. Er zijn een aantal die vonden dat er toch een probleem was met de manier waarop dat misdrijf omschreven was en gedefinieerd was en dat het niet helemaal matchte met de feiten die dan gepleegd zijn. Het was geen fictieve casus, maar jullie hebben het misschien ook opgemerkt in de media. Het was een casus die niet zo lang geleden in de media is verschenen. Waarbij er effectief geoordeeld is dat de feiten die gepleegd zijn van toepassing zijn of vallen onder datgene wat in artikel 375 vermeld staat. Dus men heeft in dit dossier geoordeeld dat het mogelijk was om de persoon op grond van verkrachting te veroordelen, omdat er gezegd werd of de discussie ging over de manier waarop op een persoon moest geïnterpreteerd worden. De verdediging had aangevoerd dat op een persoon een fysiek contact vereist tussen beiden en had verwezen naar de discrepantie of het verschil in de manier waarop deze
dit misdrijf geformuleerd is en de manier waarop aanranding van de eerbaarheid geformuleerd is. En dat is de reden waarom ik ook 373 op de slide heb gezet, zodat jullie kunnen zien dat in de bepaling over aanranding van de eerbaarheid die personen of die rol van de personen anders omschreven staat. Daar staat er dat het gaat om aanranding van de eerbaarheid gepleegd op personen of met behulp van personen. En dus op basis daarvan had de verdediging aangevoerd, of kan je als verdediging aanvoeren, dat die met behulp van personen, dat dat inderdaad er staat, omdat er geen fysiek contact moet zijn tussen dader en slachtoffer, maar dat wanneer dat het er niet staat en er enkel verwezen wordt naar op een persoon, dat er sprake moet zijn van fysiek contact. De rechtbank is in dit dossier niet de interpretatie die door de verdediging gegeven werd gevolgd. En er werd gezegd, ja, maar die op een persoon moet je niet op die manier interpreteren. Dat de aanzetting die er geweest is, heeft wel degelijk een effect gehad op een persoon die daar niet in toestemt. En de referentie naar van welke aard ook en met welk middel ook, moet geïnterpreteerd worden als zijnde dat het ook kan middels een gesprek via een webcam of op een ander virtueel platform. Ja. Ik heb nog een casus voor jullie. De casus die gaat over het bezit van kinderpornografie. Je ziet hier dat ik heb verwezen naar in de blauwe kaderen naar het toenmalige artikel 383 bis, omdat natuurlijk de bepalingen over kinderpornografie al heel vaak en heel veelvuldig aangepast worden. Ik heb dat met opzet gedaan, ook om jullie aan te tonen, of dat geeft me dan een mogelijkheid, hè, om jullie te zeggen dat ik dus op het examen die oefening kan vragen in verband met echte bepalingen, zoals ik daar juist ook zei, maar dat ik net zo goed een fictieve strafbepaling uit mijn duim kan zuigen en jullie kan vragen of dat een bepaalde gedraging dan onder die strafbepaling valt, ja of nee. Dus het gaat niet enkel over de bepalingen zoals die in ons strafwetboek staan, maar ik zal jullie zo nu en dan ook wel een keer een bepaling geven die een oude bepaling is of een voorgestelde toekomstige bepaling of gewoon een fictieve bepaling die ik zelf verzonnen heb. Dus dit is een oude versie van de strafbaarstelling rond kinderpornografie en je ziet daar staan dat in 383 bis, de tweede paragraaf, dat daar verwezen wordt naar hij die wetens, dus bewust, de in paragraaf 1 bedoelde beelden en dan gaat het over kinderpornografie. Als je die bezit, staat er, dan word je gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 100 tot 1000 franken. Daaraan zie je ook dat het een oude versie is. Dus daar staat bezit. En de feiten die zich hadden voorgedaan, of de feiten die tot de vervolging hadden geleid, waren de volgende. Het was dus een man die vervolgd was op basis van dat artikel voor het online bekijken van kinderpornografisch materiaal. En nu is de vraag, kan je een dergelijke gedraging vervolgen en tot een veroordeling komen op basis van de omschrijving die je in artikel 383 bis vindt. Op welke manier, welk effect heeft de letterlijke interpretatie van de concepten daar op de strafbaarstelling? De reden waarom ik er dit voorbeeld in opgenomen heb, is omdat ik jullie er dan ook op kan wijzen dat het heel belangrijk is om te kijken naar de werkwoorden die opgenomen zijn in een strafbaarstelling, omdat heel vaak studenten de fout maken dat ze andere werkwoorden onder toepassingsgebied van een strafbepaling brengen of aangeven van ja, maar het ene kan niet zonder het andere of het is logisch dat dan ook iets anders er zou ondervallen. Maar het is belangrijk om je heel strikt te houden aan die bepaling die in het wetboek staat. Hè. Dat heeft alles te maken met het legaliteitsbeginsel natuurlijk. Dat vereist dat je exact weet wat strafbaar is en wat niet. Even kijken wat dat jullie geschreven hadden. De meesten hebben gekozen voor de vrijspraak en hebben gezegd dat je de man niet kan veroordelen op basis van dat materiaal of op basis van die strafbaarstelling. Een aantal onder jullie heeft wel naar een veroordeling gekeken. Ik kan natuurlijk niet weten waarom, maar weet dat in dit dossier de discussie ging over het bezitten. En de discussie dan vooral ging naar de meer technische kant van de zaken, of dat online bekijken ook betekent dat je op een bepaald moment het materiaal bezit, ja dan nee. En als je casus erin zou bestaan dat je bepaald materiaal downloadt van het internet op u en dat dus fysiek opslaat op uw laptop, ja dan is dat in uw bezit.
De vraag is natuurlijk of dat je ook nog een bezit kan spreken als het gaat over streaming, hè, of als het gaat over gewoon kijken van beeldmateriaal. Alles wat dat gewoon op de tv verschijnt, ja, dat bezitten wij niet. Hè. Dat verschijnt gewoon, maar dat is eigenlijk nooit echt in ons bezit. En dat is de reden waarom er dus discussie is of dat nu kan of niet. Hè. Online bekijken valt niet onder bezitten. En dat is een van de redenen geweest waarom men de bepaling nadien aangepast heeft. En die huidige bepaling die vind je gewoon in je strafwetboek. En dat men dus nu een onderscheid maakt tussen het bezitten van kinderpornografisch materiaal en via een of ander middel de toegang verschaffen tot dat materiaal. En op die manier is duidelijk dat het bekijken van de online materiaal onder toepassingsgebied valt van de nieuwe strafbaarstelling. Maar als je puur kijkt naar de bepaling zoals ze vroeger was, en enkel en alleen bezit, ja, dan kan je niet anders dan zeggen dat bezit een werkwoord is dat wij allemaal kennen en dat online bekijken daar niet onder valt. Ik heb nog een derde voor jullie, een beetje in dezelfde sfeer. Het gaat over Sweetie. Ik weet niet in welke mate dat jullie Sweetie kennen. Sweetie was het virtuele meisje dat gecreëerd is door Terre des Hommes in samenwerking of in overleg ook met de politie. Het was een virtueel poppetje eigenlijk die ingezet werd in de strijd tegen kinderporno en waarbij men op een aantal fora het virtuele meisje aanbood, hè, zonder dat dan de daders wisten dat het om een virtuele persoon ging, om op die manier te proberen om mensen in de val te lokken. En de val bestond er dan in dat ze zich schuldig zouden maken aan datgene wat bij ons dan in artikel 379 vervat staat. Want daarin staat dat hij die een aanslag tegen de goede zeden pleegt doordat hij ontucht of prostitutie van een minderjarige zou vergemakkelijken of begunstigen, die is strafbaar op basis van deze bepaling. En dus de idee achter Sweetie was dat zij ingezet zou worden in chatrooms en op fora en op allerlei websites die gefrequenteerd werden door mensen met een pedoseksuele voorkeur, met dan de bedoeling dat zij de opdracht zouden geven om bepaalde seksuele handelingen met Sweetie uit te voeren, zodanig dat zij zouden vallen onder deze bepaling, namelijk uw gedrag leidt ertoe dat je de ontucht of de prostitutie met een minderjarige begunstigt, opwekt. Als je bepaalde instructies geeft, dan wek je op. Okay, ik denk dat de casus duidelijk is. Dus we hebben 379 als strafbepaling. En de feiten die gepleegd zijn door de man. Dus die man wordt vervolgd op grond van 379 voor het geven van instructies. Dus hij had in de chat een aantal instructies gegeven over de seksuele handelingen die gesteld moesten worden op Sweetie, dat een virtueel poppetje was, maar dat wist hij niet. Hè. Voor alle duidelijkheid, hij was niet op de hoogte van het feit dat het geen echte minderjarige was. Hij was ervan uitgegaan dat het om een echt kind ging. Ja. We gaan even kijken wat jullie oordeel was over de man. Jullie komen tot de conclusie dat er hier een veroordeling moet zijn. In de feiten heeft het geleid tot een vrijspraak. En die vrijspraak was ingegeven door de vereiste dat je de bepaling letterlijk moet interpreteren. Nu, waar zat het probleem? Het probleem, hier is de Sweetie trouwens, hè, je ziet daar staan hier op de slide. Wat was het probleem? Wel, het probleem was dat in de bepaling, artikel 379, verwezen wordt naar de prostitutie van een minderjarige. En dat Sweetie geen minderjarige was. Het is te zeggen dat een minderjarige als concept letterlijk geïnterpreteerd moet worden als een mens van vlees en bloed die nog niet de volle leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Dat is hoe dat we een minderjarige definiëren. En dat een popke daar niet onder valt. En dat is de reden waarom gezegd wordt, ja, maar de letterlijke interpretatie van deze bepaling maakt dat de handelingen die deze man gesteld heeft niet onder toepassingsgebied van deze bepaling kunnen doen vallen. Nu, ik hoor jullie al een beetje denken van, ja, maar het was toch wel de bedoeling van dat wel te hebben. Daar komen we zelfs toe, hè. Maar de letterlijke interpretatie is duidelijk. Hè. Als je vraagt, hoe definieer je een minderjarige? Dan gaat iedereen zeggen, ja, dat is een mens die nog geen 18 jaar is. Je gaat niet verwijzen naar een dier. Je gaat ook niet verwijzen naar de speelgoedpop van een van de kinderen.
Je verwijst naar een mens. En heeft men toen gezegd, dit was geen mens en dus kan die niet onder toepassingsgebied van deze strafbepaling vallen. Ik zou willen weten wat jullie daarvan vinden. Ja. Ik ga jullie even de mogelijkheid geven om aan te geven of dat jullie het al of niet opportun vinden om de strafbaarstelling aan te passen, zodat Sweetie daar ook onder valt. Hè. En aangezien dat er zoveel waren die wel tot een veroordeling zouden komen, kan ik me voorstellen dat jullie dat wel opportun zouden vinden. Ik zou jullie dan vooral ook willen vragen om in de paarse kolom aan te geven op welke manier dat jullie dat dan zouden doen. Ik ga jullie daar een paar minuutjes de tijd voor geven, zodat jullie kunnen nadenken over... Ja, waarom zouden we het wel doen? Waarom zouden we het niet doen? Zijn er argumenten om het eigenlijk niet strafbaar te stellen? Of zijn er enkel en alleen argumenten om het wel strafbaar te stellen? En hoe zou je dat dan in die strafbaarstelling gaan verankeren? Hoe moeten we dat dan herdefiniëren of herformuleren zodat Sweetie daar ook onder valt? Ik geef jullie een paar minuten de tijd. Ik zie in de rode kolom de vraag verschijnen van ja, kan het dan niet vervolgd worden op basis van een andere strafbepaling? Er zijn inderdaad heel veel voorbeelden waar ik geef waar ook andere strafbepalingen van toepassing zouden zijn. En voor Sweetie is dat ook zo. Hè. Alleen is het voor deze oefening, of bestaat deze oefening eruit, dat je de koppeling maakt tussen één specifieke strafbaarstelling en de feiten. En dan gaat het over op welke manier dat je één specifieke strafbaarstelling gaat definiëren en gaat interpreteren. En niet zozeer of dat er nog iets anders is. Ook voor het examen, hè, als ik jullie vraag, kan de betrokkenen vervolgd worden op basis van deze strafbaarstelling? Dan kan je uiteraard denken van, goh, maar er is een andere, veel betere strafbaarstelling. Dat kan, maar dat is niet de oefening die ik jullie vraag te doen. Hè. Ja. Is er iemand die aangeeft dat het legaliteitsbeginsel strikt moet toegepast worden? Daar ben ik het mee eens. Maar de vraag is, moeten we de strafbaarstelling houden zoals ze is? En dus enkel en alleen van toepassing maken op echte minderjarigen. En waarom zouden we enkel en alleen echte minderjarigen, of enkel en alleen het misbruik ten aanzien van echte minderjarigen strafbaar stellen? Of vind je dat ook misbruik ten aanzien van virtuele minderjarigen strafbaar gesteld moet worden? Ja? Ik zie eigenlijk een aantal argumenten terugkomen die we ook in de meer ruimere discussie terugvinden. Dus eigenlijk gaat dit over de vraag of je virtuele kinderpornografie ook strafbaar moet stellen of niet. En dan zie je grosso modo dat er in de literatuur twee grote stromingen zijn. Je hebt één stroming die zegt wat er hier ook staat. Hè. De gedachte van de persoon is dezelfde. En eigenlijk... gaat het voor een stuk over de intentie en is er een risico? Ik dacht dat ik ook wel ergens zie staan. Is er een risico dat wanneer we virtuele kinderpornografie zouden toelaten, dat er dan een zekere normalisering optreedt, hè, dat er een aanvaardbaar is van bepaalde beelden en bepaalde handelingen, waardoor dat de stap naar echte mishandeling van minderjarigen te klein geworden is. Hè? En dat is de reden waarom dat een bepaalde stroming zegt, kijk, die virtuele kinderpornografie, we moeten dat niet toelaten. We moeten er absoluut ook voor zorgen dat dat onder de strafbaarstelling valt. Want het wel toelaten zou een verkeerd signaal geven. Het zou ervoor zorgen dat bepaalde beelden genormaliseerd worden. Het zou ervoor zorgen dat de stap naar echte minderjarigen dan zeer klein wordt. En dat moeten we ten allen tijde voorkomen. Je hebt ook een andere route of een andere stroming die zegt, zolang het virtueel is, is het niet echt. En geef ze iets om hen virtueel mee bezig te houden, zodanig dat ze net niet minderjarigen gaan misbruiken. En waar er gezegd wordt van ja, eigenlijk als je een virtueel alternatief hebt, dan valt de behoefte om u te vergrijpen aan echte minderjarigen, die valt dan voor een stuk weg. En dat is een beetje de tweedeling die we hebben en die we zien. Als we het hebben over de mate waarin dat we virtuele kinderpornografie al of niet zouden moeten strafbaar stellen. Je hebt er die zeggen ja, want dan is er een alternatief voor kindermisbruik. Je hebt er die zeggen nee, want het leidt tot meer kindermisbruik of het risico zou te groot zijn. Dus hier wordt er gezegd van kijk,
er zijn zoveel technologieën dat wijziging opportun is, maar dat wordt ook soms geargumenteerd als er zijn zoveel technologieën waardoor dat wijziging niet opportun is, omdat die technologieën dan toelaten om bepaalde seksuele voorkeuren, om daaraan tegemoet te komen zonder dat er misdrijven effectief gepleegd worden. Ik ben wel benieuwd op welke manier dat jullie dat dan zouden verankeren. Hier wordt er gezegd, ja, we zouden, of een optie zou kunnen zijn om te verwijzen naar de intentie van de dader. Dus je zou je strafbaarstelling zo kunnen formuleren dat het gaat over dat het de intentie is van de dader om een minderjarige te misbruiken. Ik heb daar twee bedenkingen bij. Enerzijds, wat als de betrokkenen weet dat het geen minderjarige is en dat het een virtuele persoon is, hè? Is het dan nog altijd strafbaar of vind je dan dat de intentie niet is om een minderjarige te misbruiken? Dat is wel heel belangrijk, denk ik, om daar rekening mee te houden. En anderzijds is men niet zo'n fan, en ik eigenlijk ook niet, van al te veel misdrijven waar de intentie van de dader mee als constitutief element wordt opgenomen, omdat je dan natuurlijk ook een bewijsvoering daar rond gaat moeten voeren. En het is niet makkelijk om de intentie van de dader te gaan bewijzen. Het zou jammer zijn dat een aantal vervolgingen niet succesvol kunnen afgerond worden, enkel en alleen omdat je die intentie niet kan aantonen. Dus die intentie van de dader is, denk ik, kan een goede piste zijn, alleen heeft ze een aantal nadelen wat bewijsproblematiek betreft. Je zou ook kunnen zeggen dat je de virtuele minderjarige integreert en dat je zegt, kijk, het gaat om misbruik van een of prostitutie van een minderjarige of iemand die eruit ziet als een minderjarige. Want wat doe je met volwassenen die zich voordoen als minderjarige? Of een virtuele minderjarige, dat is zeker iets wat je zou kunnen argumenteren. En dus het begrip minderjarige verduidelijken in de wet is zeker iets wat een optie zou kunnen zijn. Oké. Tot zover de letterlijke interpretatie. Dus dat waren oefeningen die gaan over de letterlijke interpretatie van bepaalde concepten. Wat verstaan we onder een minderjarige? Wat verstaan we onder bezit? En om jullie te doen aanvoelen dat er heel wat begrippen zijn waarover eigenlijk geen discussie kan zijn. Het is niet onduidelijk wat bezit betekent. Het is niet onduidelijk wat minderjarige betekent. Daarover hebben we in onze maatschappij eigenlijk wel consensus over wat we daar eigenlijk mee bedoelen. En in claris non fit interpretatio, als het niet onduidelijk is, dan moet je niet interpreteren. En dan moet je niet met die twee andere dingen aan de slag. Als het letterlijk gezien duidelijk is, dan is datgene wat dat geldt om de afbakening of de toepassingsgebied van je strafbepaling te gaan identificeren. Dus vertrekken van de gewone dagelijkse betekenis van begrippen. U zal ervan versteld staan hoe vaak dat er toch begrippen in een strafbaarstelling ingeschreven zijn die toch nog nood hebben aan interpretatie. En weet dat dat soms ook echt de bedoeling geweest is. Soms heeft men ook als wetgever met opzet een concept in een strafbepaling opgenomen waarvan men wist dat interpretatie nodig zou zijn. Ik heb verwezen naar goede zeden, precies om te vermijden dat men geen rekening zou kunnen houden met de evolutieve invulling die aan een bepaald concept gegeven wordt. Dus de goede zeden is daar een voorbeeld van. Goede zeden verwijst enkel en alleen naar de seksuele moraal. En ik moet jullie ook niet vertellen dat datgene wat dat onder een schending van de goede zeden viel op het moment dat we ons strafwetboek maakten, daar kijken we nu niet meer van op. Nu zijn er heel andere standaarden die er zijn voor schending van de goede zeden. Wat wel belangrijk is, en dat is dan weer gekoppeld aan die letterlijke interpretatie, goede zeden is gekoppeld aan seksuele moraal en mag je dus niet gebruiken voor iets anders. Er zijn heel vaak discussies over gruwelvideo's of over zeer gewelddadige videogames bijvoorbeeld, waarbij dat dan elke keer weer de vraag gesteld wordt van ja, die zeer gewelddadige videogames, zet dat niet aan tot geweld en zou dat ook niet strafbaar moeten zijn? En is dat dan geen schending van de goede zedelijkheid? Nee, want het gaat niet over seksuele moraal. We kunnen dat onsmakelijk vinden, dat je met een wagen kan rondrijden en dat je mensen kan doodrijden, of dat je in een videogame mensen kan onthoofden. Je kan dat onsmakelijk vinden en je kan inderdaad je vragen stellen bij de mate waarop dat we dat zouden moeten toelaten in onze maatschappij. Maar je mag het niet onder goede zeden zetten, want dat is enkel gelinkt aan de seksuele moraal. Wat ik jullie nog wil meegeven hier, is dat soms de discussie is over ja, wat betekent een woord nu en dan moeten we dat oplossen. En die oplossing zit soms vervat in ons strafwetboek zelf. Dus je gaat merken, en ik heb hier verwezen naar artikel 478 en volgende,
Je gaat merken dat er voor een aantal begrippen een definitie is opgenomen in ons strafwetboek. En die definitie overruled elke mogelijke vorm van andere interpretatie die jij en ik aan een concept zouden kunnen geven. Je ziet daar bijvoorbeeld staan dat nacht is een verzwarende omstandigheid bij heel wat misdrijven, onder andere bij diefstal, want er staat gedefinieerd over wat een diefstal bij nacht is. Hè. Je moet dat koppelen aan de zonsop- en zonsondergang en een uurtje bijtellen of aftrekken, dat is nacht. Ook al vinden jij en ik dat het om 8 uur 's morgens ook nog half nacht kan zijn, dat dat veel te vroeg is, of dat wij vinden dat het om 1 uur 's avonds toch nog altijd 's avonds is en geen nacht. Dat doet er niet toe, je moet kijken naar de zon. Je moet kijken naar de zon, want dat staat in artikel 478. Wat daar ook in staat in 479 is de definitie van een bewoond huis. En dat is eentje waar heel vaak fouten tegen gemaakt worden. En wat ik vorig jaar genoteerd had als iets dat ik expliciet moest zeggen, dus bij deze. Een bewoond huis is niet hetzelfde als het huis waar mensen in zijn. Een bewoond huis is niet, hoeven geen mensen zich in het huis te bevinden. Want je ziet daar staan dat als een bewoond huis wordt beschouwd, een huis dat tot bewoning dient of tot woning dient. Dus het huis waar ik nu in zit, ons huis, dat is een bewoond huis, ook als ik niet thuis ben en er niemand anders thuis is. Het huis of de woning hiernaast is een woning in aanbouw, dat is nog niet bewoond, die mensen wonen daar niet. Dus dat is geen bewoond huis. Ook al zouden ze daar zijn, fysiek aanwezig zijn, toch telt dat niet als een bewoond huis, want het is geen constructie die op dit moment tot woning dient. Dus bewoond huis, zie je daar duidelijk staan, heeft niks te maken met de vraag of de eigenaren aanwezig zijn of de bewoners aanwezig zijn. Dus ik nodig jullie uit om zeker in uw wetboek die bepalingen te gaan bekijken en aan te duiden welke concepten dat een definitie hebben gekregen in ons wetboek. Ik heb daar verwezen naar wapens en geweld en je zal nog wel een aantal andere dingen zien staan. Oké. Dus uitgangspunt, letterlijke betekenis van woordjes. Als de woordjes niet duidelijk zouden zijn, dus als er een begrip staat in een strafbepaling waarvan dat jij en ik niet tot een definitie zouden kunnen komen, of waar dat er onduidelijkheid is, of de ene tot een andere betekenis komt dan een andere, ja, dan moet je daar iets mee doen. Om dan te weten wat het toepassingsgebied van je strafbepaling is, ga je kijken naar de bedoeling van de wetgever. Wat heeft hij daar eigenlijk mee bedoeld? En dat is de teleologische interpretatie. Dat is uw tweede stap, of dat is de stap na... Oei, mijn letterlijk gaat niet, want ik weet niet wat een woord betekent. Dan ga je kijken naar de bedoeling van de wetgever. En die bedoeling van de wetgever die kan je vinden in parlementaire voorbereidingen, in verschillende tekstdefinities. Kan je eigenlijk op verschillende manieren proberen te achterhalen. Ik heb die teleologische interpretatie allemaal opgebouwd aan de hand van diefstalmisdrijven of diefstalmogelijkheden. En de eerste casus hier, casus 4 ondertussen, die ik jullie wil voorleggen, gaat over een elektriciteitsdiefstal. Elektriciteit dat je niet kunt vastpakken, best niet doen. Waardoor er een discussie ontstaat of dat iets is wat onder toepassingsgebied van de gewone diefstal kan vallen, die in artikel 461 staat. En wat je ziet daar staan, hij die een zaak die hem niet toebehoort, een zaak die hem niet toebehoort, wegneemt, die is schuldig aan diefstal. Dat is de manier waarop dat diefstal gedefinieerd wordt in ons strafwetboek. En dan zie je daar in een tweede lid ook staan dat diefstal met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor kortstondig gebruik. Dat zijn de grapjassen die eventjes de wagen, de dure wagen van de buurman lenen om daar dan mee rond te crossen in de stad en hem dan na een avontuur terug voor de deur te plaatsen. Ja, dat is bedrieglijk wegnemen voor kortstondig gebruik. Dat noemen we ook diefstal. Daar gaat het nu even niet over, hè, want die elektriciteit ga ik nu teruggeven. Het gaat over dat eerste stuk. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk, dus je weet dat het niet mag, hè, wegneemt, die is schuldig aan diefstal. Nu heeft deze man hier in dat dossier, die wordt vervolgd voor die diefstal of op basis van die bepaling, en hij heeft illegaal elektriciteit van de buren afgetapt. Dat was een situatie waarbij dat aan het einde van de tuin, of ja, op het einde van de tuin stond een tuinhuis bij de buurman. Daar was elektriciteit voorzien.
Hij had een aanpalend tuinhuis gezet en had daar verlichting in voorzien. En er was ook een ijskast geïnstalleerd. En die werden dan gevoed met de elektriciteit van de buren, zonder dat hij dat wist. Dus dat kwam aan het licht. En de betrokkenen werd op basis van artikel 461 vervolgd voor het illegaal aftappen, zijn het stelen dus, van de elektriciteit van de buren. Dus mijn vraag aan jullie, gaat dat leiden tot een veroordeling, denk je, op basis van 461 of tot een vrijspraak? Ja? Even kijken wat jullie gezegd hadden. De meeste doen veroordeling. Er zijn er een aantal die voor de vrijspraak gaan. Heeft uiteindelijk geleid tot een veroordeling. En men heeft daar een teleologische interpretatie moeten toepassen op het begrip zaak. Omdat natuurlijk op het moment dat de strafbaarstelling in het leven geroepen werd, er bij zaak vooral gedacht werd aan lichamelijke vastneembare goederen. Dat staat er niet, hè? Maar men had in dat tijdperk vooral dingen voor ogen die je kunt vastpakken. Hè? Die je bij de buren kunt gaan halen, vastpakken en dan meenemen, hè? Wegnemen naar huis, naar jou. Een tastbare zaak. Maar dat is niet wat daar staat. En dus om die zaak te gaan interpreteren, om te weten van ja, kan dat ook een onlichamelijk goed zijn, kan dat ook bijvoorbeeld elektriciteit zijn, heeft men gekeken naar de bedoeling van de wetgever en heeft men, of is men tot de conclusie gekomen dat die bedoeling vooral gekoppeld was aan het feit dat het gaat om iets met een vermogenswaarde, dat in uw vermogen zit. En bij het opstellen van die bepaling gaan er vooral lichamelijke dingen in uw vermogen hebben gezeten, maar nu in ons vermogen, in dat van jou en mij, zitten ook onlichamelijke goederen. Daar kan bijvoorbeeld elektriciteit in zitten. En als je dus raakt aan dat vermogen, als je van mij elektriciteit steelt en ik moet dat betalen, ja, dan daalt mijn vermogen. Dus dan heb je wel degelijk iets weggenomen. Je hebt een zaak bij mij weggenomen, waardoor er tot de conclusie gekomen is dat je dit kan interpreteren als een zaak. Gelijkaardig, maar het is nu geen elektriciteit. Ook niet iets dat je echt kunt vastnemen. Het gaat over de diefstal van een idee. In dit geval was het een recept voor meer smeuïge speculoospasta. Het is ook een niet geheel fictieve casus. Een aantal van jullie zullen je misschien herinneren dat er al jaren terug, al meer dan 10 jaar terug, denk ik, een programma was op de VRT, De Bedenkers, waarbij dat gewone burgers uitgenodigd werden om hun uitvinding te komen delen. En dan werd er de meest originele bedenking uitgekozen. En tussen die ontdekkingen of tussen die uitvindingen zat ook een duo die speculoospasta had uitgevonden. En daar is dan een discussie ontstaan omdat er ook nog een andere kandidaat was met eenzelfde speculoospasta. En dan was de vraag wie het idee van wie gestolen had. Dat was een beetje mijn inspiratiebron voor deze casus. En dus is de vraag, ja, hij heeft het recept, dat is wat ik hem heb laten doen, hè. Hij heeft het recept gestolen, het idee gestolen. En dan is de vraag, kan het vallen onder hij die een zaak die hem niet toebehoort bedrieglijk wegneemt? Een klein overwicht voor de vrijspraak, maar niet echt overtuigend. De vrijspraak die, en ik vul even in voor jullie, eigenlijk mag dat niet, maar ik doe dat nu toch even. De vrijspraak die misschien vooral ingegeven zal zijn door de discussie of de interpretatie van het woord wegnemen. Dat is ook de reden waarom ik het moeilijk heb met de manier waarop dit artikel geïnterpreteerd wordt of toegepast wordt op de casus. Omdat diefstal voor mij veronderstelt dat je wel iets wegneemt bij een ander. Na een diefstal mag het daar niet meer zijn. Wat natuurlijk voor het stelen van een idee niet zo is. Hè? Want het is niet omdat ik bij u kom kijken hoe dat jij dan een bepaalde productieproces hebt georganiseerd. En ik steel dat idee, dat jij dat dan niet meer hebt. Ik heb het niet weggenomen. En dat is de reden waarom ik zelf eigenlijk van oordeel ben dat die wegnemen, dat dat niet iets is waar discussie over kan zijn. Hè? Of waarom dat dan onder toepassingsgebied van dat artikel zou kunnen vallen. Wat er hier geoordeeld is, men heeft niet zozeer het gekoppeld aan het stelen van het idee, maar wel de gevolgen. En men heeft gezegd, ja, je hebt een idee weggenomen, waardoor dat je eigenlijk een soort oneerlijke concurrentie hebt georganiseerd of tot stand gebracht, waardoor er wel degelijk financieel vermogensvoordeel
bedrieglijk dan weggenomen is bij de betrokkenen, waardoor dat diefstal dus niet enkel vereist dat het bij de andere weg is, maar dat het ook best mogelijk is dat het bij de andere nog is, maar bij u ook. Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Hè. Ik vind dat je hier echt een letterlijke interpretatie kan gebruiken en dat ik zie niet in waarom dat het woord wegnemen in onze dagdagelijkse betekenis en in ons dagdagelijks taalgebruik een onduidelijkheid met zich zou brengen. Dus ik zou hier zelf al niet naar een teleologische interpretatie gegaan zijn, omdat ik niet vind dat het woord wegnemen enige taalkundige onduidelijkheid kan met zich brengen. Maar men heeft hier geoordeeld dat het anders is en daarom heeft men gekeken naar de bedoeling van de wetgever en men heeft gezegd dat de bedoeling van de wetgever was om het vermogen van het slachtoffer te gaan beschermen. En het vermogen is wel degelijk geaffecteerd door de keuze die hier gemaakt is. Dus zal ik het kort nog even samenvatten. De switch tussen letterlijk en teleologisch mag je maken op het moment dat een letterlijke interpretatie niet duidelijk is. De dagdagelijkse betekenis van een woord, dat daar verschillende invulling aan gegeven kan worden. En die zaak, waar we het er juist over hadden, ja, een zaak moet dan nu lichamelijk zijn, niet lichamelijk, moet je dat kunnen vastpakken of niet, dat is iets waar je over zou kunnen discussiëren. En vandaar dat men gezegd heeft, oké, letterlijk is niet goed genoeg, we gaan naar teleologisch, we gaan kijken naar de bedoeling van de wetgever. En men heeft gezegd, oké, een zaak, dat moet niet zijn dat je kunt vastpakken, dat is gewoon iets dat in je vermogen zit. Dat zijn uw zaken. Ja. Bij dit voorbeeld gaat het over het wegnemen, waar er hier discussie over is, omdat het stelen van een idee niet tot resultaat heeft dat het weg is bij je slachtoffer, maar tot resultaat heeft dat het zowel bij je slachtoffer als bij u zit, als je erin geslaagd bent om het idee goed te memoriseren. Dus vandaar dat naar aanleiding van dit soort dossiers de vraag gesteld wordt van ja, wegnemen, vereist dat het niet meer is bij het slachtoffer, om onder toepassingsgebied van deze strafbepaling te kunnen vallen. Nu, voor mij, en ik weet niet, je mag daar anders tegenover staan, dat is helemaal niet zo erg, hè? Ook op het examen niet trouwens, gaat het er vooral over dat je de juiste redenering kan maken. Hè? Voor mij is weggeven, taalkundig gezien, niet een begrip waar ik zou twijfelen over de betekenis. Hè? Iets wegnemen wil zeggen dat het weg is waar het origineel was. Voor mij is dat taalkundig geen onduidelijkheid. En in dit geval is er niet iets weggenomen bij het slachtoffer, dus vind ik niet dat je het onder diefstal zou kunnen plaatsen. Daar is anders over geoordeeld in dit dossier, omdat men ervan uitging dat je moet kijken naar dat wegnemen, betekent dat dan dat het ook zich vermenigvuldigd kan hebben, en moet het echt weg zijn bij het slachtoffer, dan moet je het gewoon meegenomen hebben naar jou. Om die reden heeft men gezegd, ja, daar is toch wel wat ruimte voor interpretatie. We gaan kijken naar de bedoeling van de wetgever. En heeft men geoordeeld dat de bedoeling van de wetgever er ook in bestond om dit soort vormen van diefstal onder toepassingsgebied van deze strafbepaling te maken. Dat is iets wat zeer sterk voor discussie vatbaar is. Dat is ook de reden waarom ik hem geef. Hè. Om jullie te laten aanvoelen dat je over sommige begrippen inderdaad vragen kan stellen over wat betekent dat nu. En dat andere begrippen, denk die minderjarige van daarstraks, ja, de minderjarige, dat is nu niet echt een woord waar onduidelijkheid over bestaat. Ook hier wegnemen, naar mijn aanvoelen, is niet echt een woord waar onduidelijkheid over bestaat. Dus in het echt was het een veroordeling, omdat men ervan uitging dat de wetgever ook bedoeld heeft om dit soort diefstallen onder toepassingsgebied van deze strafbepaling te maken. Maar zelf ben ik het daar niet mee eens. We gaan nog een laatste doen en dan ga ik even samenvatten. De laatste die ook over diefstal gaat, en waarbij we niet alleen gaan kijken naar 461, sorry, maar waar ik er 462 ga bijnemen. En in 472 staat, wat we met een moeilijk woord noemen, een strafuitsluitende verschoningsgrond. Het is strafuitsluitend, omdat er eerst vanachter staat dat er geen straf is, maar alleen aanleiding tot een burgerrechtelijke vergoeding. Ja? Dat is een strafuitsluitende verschoningsgrond. En wat zegt artikel 462 nu? Dat zegt dat bij gevallen van een familiale diefstal het eigenlijk niet opportun is om het strafrecht te gaan gebruiken. En jullie weten dat subsidiariteit betekent dat strafrecht eigenlijk de ultima remedia moet zijn. Dat je het strafrecht niet zomaar voor om het even wat moet gebruiken, dat je het spaarzaam moet inzetten. Wel heeft men geoordeeld, als er een diefstal gepleegd wordt tussen familieleden, dan moet je daar eigenlijk niet intussen komen. En men heeft dat vertaald
die heeft al in familieleden. Men heeft dat vertaald in datgene wat je ziet staan in 462. Men heeft gezegd, sommige vormen van diefstal geven alleen aanleiding tot een burgerrechtelijke vergoeding. En men heeft dat als volgt gedefinieerd. Het gaat over diefstallen gepleegd door getrouwde koppels, een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot. Het kan ook zijn dat een van beiden overleden is al. Dus door een weduwnaar of een weduwe, wat de zaken betreft, die tot de overleden echtgenoot behoren. Dat kan ook. Dan heeft men gezegd, ouder-kindrelaties, die zetten we daar ook in. Dus je hebt de afstammelingen ten aanzien van de bloedverwanten in opgaande lijn. Dus dat is de kinderen ten aanzien van hun ouders. Omgekeerd ook, dus de bloedverwanten in opgaande lijn, die stelen ten nadele van hun afstammelingen. Dus de ouders die stelen van hun kinderen, die vallen daar ook onder. En dan heb je ook nog de aanverwanten in dezelfde graad. Aanverwanten, wat klassiek vertaald wordt als de familie die je er door het huwelijk en relaties die ontstaan gratis bij krijgt. Dus men heeft gezegd, kijk, dat is wat we zo wat familieachtig noemen. En in die situaties is het eigenlijk niet opportun om het strafrecht te gaan gebruiken. En men heeft dat vertaald in op deze manier. En nu moeten we dit dus in eerste instantie letterlijk gaan interpreteren. En die woorden letterlijke invulling ingeven. En als er ergens een woord bij staat waarvan we denken, het is niet helemaal duidelijk wat het daarmee bedoeld wordt, dan pas kan je gaan kijken naar de bedoeling van de wetgever en kan je gaan kijken naar wat stond er eigenlijk nu weer in de voorbereidende werken, wat was de reden waarom dat men deze keuze heeft gemaakt en wat zegt dat dan voor de manier waarop dat we bepaalde woorden moeten interpreteren. Dus het gaat over de interpretatie van 462. En de situatie is als volgt. Dus het gaat over een nieuw samengesteld gezin. Zo zijn er heel vele. Een nieuw samengesteld gezin waarbij dat de zoon des huizes, de jonge man, meerderjarig trouwens, hè, maar wel de zoon des huizes, die wordt vervolgd op grond van artikel 461 voor het stelen van geld uit de portefeuille van zijn plusmoeder. Het is een plusmoeder omdat het niet zijn biologische moeder is, dus het is geen bloedverwant, maar het is de nieuwe vriendin van zijn vader en die twee die zijn niet getrouwd, maar die hebben een wettelijke samenwoonst. Hè. Ze hebben een verklaring tot wettelijke samenwoonst. En nu is de vraag, als je die wettelijke samenwoonst nu een keer legt op datgene wat er in 462 staat, ga je dan de betrokkenen kunnen veroordelen of ga je moeten vrijspreken op basis van de strafuitzettende verschoningsgrond die in artikel 462 staat? Met andere woorden, die situatie die daar omschreven wordt, zit die ergens in artikel 462? Ja? Oké, ik ga even kijken wat jullie gezegd hebben. Een beetje 50-50. Sommigen die vonden dat dat de situatie die hier geschetst werd, namelijk dat het een samenwonende vriendin was, dat dat niet onder de escape route van artikel 462 valt en er wel degelijk een veroordeling zal zijn. Sommigen hebben gekozen voor de vrijspraak en daar leid ik af dat die studenten dus van oordeel waren dat de situatie die hier beschreven werd wel degelijk onder het toepassingsgebied van artikel 462 valt. En alles heeft natuurlijk te maken met die drie woorden, afstammeling, bloedverwant en aanverwant. Of bloedverwanten in de opgaande lijnen. Dat zijn dingen die duidelijk zijn. Uw afstammelingen, dat zijn uw kinderen. En uw bloedverwanten in de opgaande lijn, dat zijn uw ouders. Maar wie die aanverwanten zijn, dat is inderdaad onduidelijk. Dat is een concept waar we niet echt een definitie voor hebben en waar niet echt een duidelijke betekenis voor is. En dan is het wel interessant om te gaan kijken naar de bedoeling van de wetgever. En als je voor deze specifieke bepaling, die verschoningsgrond uit 462, als je daar gaat kijken naar de bedoeling van de wetgever, dan zie je dat dat te maken heeft met die subsidiariteit en dat het vooral de bedoeling was om in die familiale context niet te gaan willen interveneren. Men wilde dat wanneer er problemen waren in die familiale sfeer, dat men dan eerder op een andere manier zou interveneren om die relatie terug te herstellen en dat een strafrechtelijke tussenkomst eerder disruptief zou zijn en nog het tegenovergestelde effect zou hebben dan dat men eigenlijk bedoelde. Dus men heeft gezegd, kijk, als er zo binnen een gezinscontext, papa, mama, kindje en dan nog zo'n beetje ruim, als er binnen die context een diefstal wordt gepleegd, dan gaan we dat niet strafrechtelijk vervolgen. We gaan wel natuurlijk
een burgerrechtelijke vergoeding. Hè. Dus je gaat wel hetgeen wat je gestolen hebt moeten teruggeven. Je kan eventueel veroordeeld worden tot een burgerlijke schadevergoeding voor materiële, maar ook morele schade die je hebt aangericht bij je slachtoffer, die dan je ouders kunnen zijn, maar geen strafrechtelijke veroordeling. Niet voor de feiten die binnen de gezinscontext of die nauwe familie gepleegd worden. Maar als je dat weet, als dat de bedoeling was en mijn aanverwanten in het originele tijdvak geïnterpreteerd dat dat zijn de getrouwde mensen, want die behoren tot die bubbel, hè, die hebben te kennen gegeven dat zij die gezins, dat zij als een gezin erkend willen worden. Maar als je dat gaat vertalen naar wat we nu in onze maatschappij zien of in onze samenleving zien, dan zie je dat er inderdaad een shift is, hè, dat men niet zoveel meer trouwt, of dat er toch een belangrijke groep is binnen onze samenleving die ervoor kiest om niet het huwelijk aan te gaan, maar een verklaring tot een wettelijke samenwoonst heeft neergelegd. En dan is de vraag, ja, wat is eigenlijk het verschil tussen die beiden en wat moet dat betekenen voor ons strafrecht? Want, zegt men, eigenlijk als de wetgever heeft bedoeld om dat gezin te beschermen, ja, is dat dan relevant dat dat gezin aan elkaar hangt met een huwelijk of met een wettelijke samenwoonst? Zeker als je ziet dat vandaag in onze maatschappij die twee instituten steeds verder naar elkaar toe groeien, ook wat erfrechten enzovoort betreft, en men niet meer dat duidelijke onderscheid wil maken of men niet een aantal prerogatieven wil behouden voor mensen die getrouwd zijn. En dat is de reden waarom dat we eigenlijk op vandaag gekomen zijn tot een situatie waarbij ook de wettelijk samenwonenden onder die aanverwanten geplaatst worden. Dus niet alleen de gehuwde mensen, maar ook diegenen die een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben gedaan en daarmee duidelijk te kennen hebben gegeven dat zij ook een dergelijk gezin willen vormen. Het gezin dat de wetgever op het moment dat het strafwetboek geschreven werd of toch deze bepalingen heeft willen beschermen. Hè? Het gezin waar dat het strafrecht moest buitengehouden worden. Waar vandaag vooral discussie over bestaat, en dat is even wat ik ook aan jullie wil voorleggen, waar vandaag vooral discussie over bestaat, is of dat we nog een stapje verder moeten gaan. Of we onder die aanverwanten ook dan mensen moeten zien die een feitelijke samenwoonst hebben. En de reden waarom dat we dit soort dossiers nu zien, is omdat natuurlijk de vraag is of dat de al of niet vervolgbaarheid van de betrokken man afhankelijk moet zijn van de keuze die zijn vader en plusmoeder gemaakt hebben. Is dat nu relevant voor het al of niet vervolgen van de jonge man in dit dossier? Is dat nu relevant dat die papa getrouwd is, of dat die een wettelijke samenwoonst hebben, of dat die gewoon al 20 jaar feitelijk samenwonen? Eigenlijk doet dat er toch niet toe, wordt er gezegd. Hè? Omdat dat, of dat je nu een wettelijke samenwoonst hebt of een feitelijke samenwoonst, is toch een beetje datzelfde gezin dat de wetgever voor ogen heeft gehad op het moment dat die bepaling in het leven geroepen werd. En vandaar dat er gezegd wordt, ja, eigenlijk ook de niet aangetrouwde gezinsleden, niet alleen de wettelijke samenwoners, maar ook de feitelijke samenwoners, zouden daar eigenlijk ook op een of andere manier moeten ondervallen. Dus ik zou van jullie willen weten, vinden jullie dat ook? Hè? Vinden jullie dat er zo ver gegaan moet worden dat die verschoningsgrond ook aangepast moet worden dat daar de feitelijke samenwoners onder vallen? Want die wettelijke samenwoners, daar is geen discussie meer over. Dat doen we nu allemaal. Maar de vraag is, gaan we een stapje verder? Of zeggen jullie, nee, ik vind dat het niet opportun is om ook feitelijke samenwoners, onder toepassingsgebied van die bepaling te vinden, te brengen. Ik vind dat het afgebakend of beperkt moet worden tot diegenen die verenigd zijn door het huwelijk of de wettelijke samenwoonst. En waar ik dan vooral in geïnteresseerd ben, is hoe dat je dat zou formuleren. Want de wetgever heeft, op het moment dat die bepaling in het leven geroepen wordt, werd heel hard zijn best gedaan om goed na te denken over wie dat er allemaal zou kunnen ondervallen. Hij heeft verwezen naar gehuwden, naar weduwenaars, naar kinderen, in ouders in de verschillende vormen, de verschillende richtingen. Men heeft dan ook gezegd, ja, die aangetrouwden die aanverwanten, die horen er dan eigenlijk ook bij. Ja, dat is blijkbaar een moeilijk begrip. Maar hoe zou jij dat begrip dan, of hoe zou jij het dan formuleren, zodat de gehuwden en de wettelijke samenwoners eronder vallen, of als je daar van mening toe bent, de gehuwden, de wettelijke samenwoners en de feitelijke samenwoners? Dus ik kijk vooral naar wat er zelfs in de paarse kolom gaat verschijnen. Hè? De suggesties die jullie doen om de bepaling te herformuleren. Ik geef jullie daar even 5 minuten tijd voor, want ik kan me voorstellen dat je daar wel even over moet nadenken.
zie vooral argumenten waarom het niet zou uitgebreid mogen worden. Bij de suggesties over hoe dat een aangepaste versie er zou taalkundig dan zou moeten uitzien, merk ik toch dat het niet evident is om daar een beschrijving, een goede beschrijving van te maken. Ik ga eens kijken of we gaan samen een keer kijken wat jullie geschreven hadden. Ik denk dat de hoofdbekommernis door een van de eerste studenten, of dat een van de hoofdbekommernissen weergeeft. Er zijn heel veel variaties in feitelijk samenwonen. Er wordt verwezen naar vrienden. Ik heb hier ook de kotgenoten zien passeren, waarbij dat je inderdaad heel veel vormen van feitelijke samenwonen kunt hebben die duidelijk niet vallen onder datgene wat de wetgever bedoeld heeft. Anderzijds zie je dat feitelijke samenwoning toch ook voorkomt in gevallen waar er wel een duidelijke gezinscontext is en waar het wel gaat over situaties die de wetgever beoogd had op het moment dat hij die strafbaarstelling of die verschoningsgrond in het leven geroepen heeft. Het is heel moeilijk om taalkundig dan een onderscheid te maken tussen gaat het nu om een feitelijke samenwonst tussen mensen die niet onder een gezinscontext of een gezin vallen, of gaat het om een feitelijke samenwoonst die wel duidelijk een vorm van familiale context is die onder dat toepassingsgebied valt. Dus dat is een moeilijk onderscheid. Dat is ook de reden waarom dat er bij de suggesties, denk ik, dan verwezen wordt naar moeten we experimenteren met de woorden gezin en familie, wat natuurlijk ook niet altijd makkelijk te identificeren is. Je hebt natuurlijk, je kunt kijken naar het soort relatie. Hè. Is het een romantische relatie? Niet. Dat is natuurlijk een moeilijke romantische relatie. Je hebt ook gewoon ouders of koppels die niet echt een romantische relatie niet meer hebben of die geen seksuele relatie niet meer hebben, maar die toch wel gewoon nog een gezin vormen. Bijvoorbeeld in het licht van de opvoeding van de kinderen. Dus dat is heel moeilijk om, denk ik, te gaan kijken naar wat voor soort relatie hebben die, de mensen die samenwonen. Dus dat is niet zo evident. Wat ik wel nog een interessante vond, is deze. Dat je zegt, ja, die twee wettelijke samenwoners, die moeten ervan kunnen genieten, tussen de plusmoeder en de zoon niet. Dat vind ik een heel interessante. We gaan daar nog op terugkomen in een van de volgende lessen, omdat we vanaf volgende week met een meer uitgebreide discussiecasus gaan werken voor de hoorcolleges. Dus ik ga jullie vragen om een klein dossiertje, het is maar 4 pagina's, door te nemen, hè, waarin van alles en nog wat gebeurd is. Je gaat zelf een aantal dingen van die interpretatie kunnen doen en we gaan dan verder bouwen op die casus in de volgende lessen. En daar gaat, of daar komt ook deze discussie in naar voren. En misschien moet ik even vooruit lopen daarop. Dat is inderdaad een argument dat heel vaak aangehaald wordt, of het is te zeggen wat heel vaak ter discussie gesteld wordt. Maar wat doe je met de relatie tussen kinderen en plusouders? Neem je die mee, neem je die niet mee? Is het relevant in welke mate dat er bijvoorbeeld een week-week-regeling is? Hè? Als je je plusouders week op week af ziet en dus de helft van de tijd daarbij woont, valt het er dan wel onder of is dat dan niet voldoende? Gaat het alleen maar over plusouders waar je voltijds mee woont en waar je dan een echte gezin mee vormt? Dus daar wordt soms naar gekeken, van ja, die plusouders, wat doen we daarmee? Doen we dan week-week, is dat voldoende of is alleen voltijds voldoende? Ik kan ook daar dan de vraag stellen van ja, maar die zoon heeft helemaal geen inspraak misschien in die week-week-regeling en in welke mate is dat dan iets wat we relevant moeten meenemen in het tot stand komen van het gezin? Dus contact, daar wordt vaak naar gekeken. Waar ook vaak naar gekeken wordt, is de affectieve relatie tussen de plusouders en de pluskinderen. Waarbij dat er geargumenteerd wordt dat wanneer er een goede relatie is tussen die personen, wat dus blijk geeft van die familiale band en dat warme gezinsnest dat de wetgever heeft willen beperken, of beschermen, sorry. Hè. Als dat het geval is, wordt er gezegd, ja, dan mag je een beroep doen op die strafuitzettende verschoningsgrond. En dan wordt er a contrario geargumenteerd dat wanneer dat de relatie tussen de plusouders en de kinderen danig verstoord is en er helemaal geen affectieve band is, dat je dan geen beroep zou moeten kunnen doen op die verschoningsgrond.
vind dat een interessante, omdat ik natuurlijk zelf plusmoeder ben, dus dat speelt natuurlijk wel mee. Maar langs de andere kant vind ik die affectieve band soms moeilijk, omdat natuurlijk je kan ook gewoon met je biologische kinderen een zeer goede en affectieve band hebben. Maar er zijn ook heel wat gezinnen waar de affectieve band tussen moeder en kind verstoord is. En de vraag is dan, of tussen vader en kind, en de vraag is dan of dat doorslaggevend mag zijn voor het bepalen of dat strafrecht tussenkomt of niet. En wat de wetgever anno het opstellen van de strafbepaling daarover zou gevonden hebben. Want de insteek is vooral van, kijk, dat gezin en de relaties in dat gezin zijn zodanig belangrijk dat we die absoluut niet op het spel mogen zetten door daar strafrecht aan toe te voegen. Wat betekent dat niet juist dan dat wanneer er een verstoorde affectieve band is tussen plusouders en kinderen, dat je dan zeker geen strafrecht mag gaan gebruiken, want dat natuurlijk de kans op het herstellen van die relatie danig ondergraaft. Dus dat is een heel interessante discussie over de relatie tussen plusouders en kinderen en het verschil tussen getrouwde plusouders of als gevolg van een huwelijk dan wel een wettelijke of een feitelijke samenwoonst. We gaan daar in die casus zeker nog op terugkomen. Want het is een casus waarbij dat de zoon de plusmama niet echt als een mama erkent en eigenlijk niet zoveel met haar te maken wil hebben, maar wel heel graag wil genieten natuurlijk van die strafuitsluitende verschoningsgrond uit dat artikel. Ja. Dus geen gemakkelijke discussies. Aangezien het hier om een wettelijke samenwoonst gaat, ja, is er eigenlijk geen vraag of is er geen discussie meer in de rechtspraak op vandaag dat die onder toepassingsgebied van aanverwanten kan vallen. En dat die dus aanspraak kan maken op die bescherming, of die strafuitsluitende verschoningsgrond die we in artikel 462 zien, waardoor dat in dat geval de zoon niet zou veroordeeld worden. En dus vrijgesproken zou worden omdat er daar een strafuitsluitende verschoningsgrond geldt. Ja. Het is enkel op van zodra dat er geen wettelijke samenwoonst is, maar een feitelijke samenwoonst, dan ontstaat de discussie of dat dan een voldoende gezin is en omdat dat voldoende aanverwanten zijn zoals de wetgever dat beoogd had. Okay. Dus teleologisch gebruik je enkel en alleen als er woordjes in je strafbepaling zijn die niet duidelijk zijn. En om die te verduidelijken, ga je dan zoeken naar de bedoeling van de wetgever. En wat het Hof van Cassatie daar nog aan toegevoegd heeft, is dat teleologische interpretatie vooral in verband gebracht wordt met dingen die de wetgever destijds niet kon voorzien. Dingen die veranderd zijn in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan die nieuw samengestelde gezinnen of de uitvinding van de elektriciteit. Dingen die veranderd zijn in onze maatschappij, waardoor dat een wetgever dat niet had kunnen voorzien en dus de woorden niet zo duidelijk had kunnen afbakenen dat het er zou ondervallen. Terwijl, het gaat hier niet om dingen die er niet in stonden erbij te zetten. Het gaat hem echt over of strafbaarstellingen uitbreiden met analoge dingen. Dat komt zelfs. Hier gaat het enkel over wat zou een wetgever bedoeld hebben met een bepaald woord. En we moeten die bedoeling niet alleen bekijken op het moment dat hij het woord geïntroduceerd heeft in die strafbaarstelling, maar we moeten kijken naar wat hij met die keuze bedoeld heeft en hoe dat zich dat dan verhoudt tot hoe dat de situatie nu is. Jullie zullen merken dat in het handboek ook een onderscheid gemaakt wordt tussen extensieve en evolutieve teleologische interpretaties. Ik weet dat voor mij niet belangrijk is dat jullie dat onderscheid goed onder de knie hebben, om de eenvoudige reden dat dat een heel moeilijk en vaak zeer onduidelijk onderscheid is. Je zou merken dat er een aantal voorbeelden in het handboek staan. Sommige van die voorbeelden zijn heel duidelijk, dat je denkt, ah ja, oké, dat is extensief, of ah ja, dat is evolutief. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden waarvan je denkt, ja, dat zou toch een beetje allebei kunnen zijn. En net omdat het zo onduidelijk is, is het absoluut niet de bedoeling dat je dat onderscheid kent. Breek je daar het hoofd niet over, dat ga ik zeker niet vragen op het examen. Maar om jullie nu gewoon een voorbeeld te geven, geschrift is bijvoorbeeld zo'n woord waarbij dat het onduidelijk is of dat er naar de teleologie gekeken wordt, omdat geschrift, ja, jullie schrijven niet meer met pen en papier, maar jullie schrijven uw notities op de computer. Dat is niet echt schrijven. Dat is iets wat een evolutieve interpretatie is van het begrip geschrift. Hè? Omdat dat niet alleen maar met een blad papier en een veer is, zoals dat vroeger is, maar we nu gewoon ook schrijven met een typemachine. Dat is dan gepasseerd ondertussen. Hè? En nu schrijven we dan met een computer die dat we dan aan een printer zouden kunnen aansluiten.
Wat trouwens niet noodzakelijk is, want je kunt ook e-notities hebben op je computer zonder dat ze geprint zijn en toch nog onder het woordgeschrift vallen. Dus dat is een voorbeeld van, ja, de wetgever kon destijds onmogelijk voorzien dat de computer zou uitgevonden worden en dat jullie allemaal nu achter de computer zouden zitten en voor een aantal minstens ook online op de computer notities zouden zitten nemen. Dat kon je niet voorzien, maar als je gaat kijken naar wat dat de bedoeling was, ja, dan ga je het wel over uw schrijfsels die uit uw vingers komen, of dat dan nu is met een veer, dan wel door het klavier in te drukken. Bij extensieve interpretatie gaat het heel vaak over dingen die je misschien niet ondervielen, maar die eigenlijk wel zo wat gelijkaardig zijn en door die dat je door de bedoeling van de wetgever er ook kunt onderplaatsen. En het voorbeeld dat gegeven wordt in het handboek van Van de Wijngaard is de nummerplaat, waarvan men zegt, ja, een nummerplaat, dat is nu niet echt een schrijfsel, dat is niet echt een geschrift, dat je, een aantekening die dat je maakt, maar het is wel een soort van geschreven boodschap die wel een bepaalde betekenis heeft en meedraait in de maatschappij of belang heeft in de maatschappij. En vandaar dat een nummerplaat dan onder geschrift zou kunnen vallen. Je voelt aan dat die nummerplaat ook misschien een beetje evolutief zou kunnen zijn, omdat nummerplaten nu eenmaal niet bestonden op het moment dat de wetgever deze bepaling maakte. En dat mochten die er wel hebben bestaan, dat die dat dan misschien anders zou geformuleerd hebben. Ja. Maar dus, weet dat de basis er altijd in is, letterlijk gaan kijken naar de betekenis van de woordjes. En als uw woordjes niet duidelijk zijn, teleologie, wat de wetgever daar eigenlijk mee bedoelt. Je kunt ook een andere interpretatie gebruiken, dat is de analoge interpretatie. Hier gaat het niet over de vraag of dat uw woorden duidelijk zijn. Daar gaat het niet over. Het gaat over de logica van uw strafbepaling. En wanneer je de analoge interpretatie gebruikt, dan ben je van mening dat er in een bepaalde situatie of ten aanzien van een bepaalde gedraging of strafbaarstelling een keuze is gemaakt door de wetgever. En dat het logisch zou zijn dat die redenering naar analogie ook toegepast wordt op een andere situatie, maar dat niet gebeurd is. En dat jij dus vindt dat naar analogie, dat die redenering ook zou moeten toegepast worden op een andere situatie. Dat mag, maar ik heb jullie gezegd daarnet, op voorwaarde dat het in het voordeel van de betrokkenen is. Dus als uw analogie ertoe leidt dat je mensen die eerst strafbaar waren, plots niet meer strafbaar zijn, dan is het oké. Als uw strafbepaling of uw strafbare gedraging kleiner wordt, dan is het perfect oké. Als je dingen onder toepassingsgebied van je strafrecht gaat plaatsen die daar eerst niet onder stonden, omdat naar analogie dat logisch zou zijn, dat mag niet. Ja. Dus we maken een onderscheid tussen in bonam partem, in het voordeel van de partijen, de verdachte, dat mag wel. In malem partem, in het nadeel van de partijen, dat mag niet. Ja. We gaan het een keer proberen. Dus ik heb hier opnieuw, of ik ben even verder gegaan met die diefstal, of toch in die sfeer. We hadden daarnet die jongeman die van zijn plusmoeder steelt. We hebben nu de plusmoeder weggelaten en de vader in de plaats gezet. En het is geen diefstal niet meer, maar afpersen geworden. Afpersen, wat staat in, of de strafbaarstelling staat in artikel 470, waarbij gezegd wordt, kijk, met de straffen in een ander artikel bepaald, wordt gestraft hij die met geweld of bedreiging afperst. Wat dat afpersen betekent, dat staat daar niet. Dat is ook wel een interessante discussie. Hè. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat over die verschoningsgrond waar we het daarnet over hadden. Want er is een jongeman die vervolgd wordt voor afpersen van zijn vader op basis van artikel 470. En hij is van oordeel dat hij nooit een straf zal kunnen krijgen, want dat hij kan genieten van die strafuitsluitende verschoningsgrond waar we het daar juist over hadden, hè, boete en naverwantschap, want dat toch naar analogie dan ook zou moeten toegepast worden op afpersing. Kijk wat jullie gezegd hebben. De meesten hebben hem toch veroordeeld, maar niet zo'n overgrote meerderheid. Hè. Er zijn toch wel een belangrijk aantal studenten die gekozen hebben voor de vrijspraak. Dat is ook wat er hier op wordt geargumenteerd. Omdat er gezegd wordt, ja, je kan eigenlijk dezelfde analogie die we bij diefstal hadden, die mag je toepassen op afpersen. Wat ik jullie hier wil bijzeggen, is dat je moet opletten met het doorkopiëren van een aantal principes van het ene misdrijf naar het andere misdrijf. En dat eigenlijk enkel en alleen verantwoord of
gemotiveerd kan worden wanneer je in één en hetzelfde hoofdstuk blijft. Dus diegenen die een wetboek voor zich hebben liggen, die hebben gezien dat deze bepalingen staan in het hoofdstuk over diefstal en afpersing. Dus men heeft die twee samengenomen, waaruit dat blijkt dat de wetgever blijkbaar geoordeeld heeft dat dezelfde redeneringen, dezelfde principes op die twee strafbepalingen, of twee vormen van misdrijven van toepassing zijn. En men heeft ten aanzien van die diefstal, hebben we het er juist over gehad, heeft men die strafuitsluitende verschoningsgrond in het leven geroepen. Ten aanzien van afpersing heeft men dat niet gedaan. Maar argumenteert men, en dat wordt ook zo aanvaard in de rechtspraak, men argumenteert dat wanneer je ten aanzien van diefstal zegt, oh, in de familiecontext gaan we daar niet strafrechtelijk in toe te komen, en dat ook geldt voor diefstallen die met geweld en bedreiging gepleegd zijn, kan je eigenlijk niet motiveren of verantwoorden waarom je dat dan niet voor afpersing zou doen. Hè? Afpersing dat ook gekoppeld is aan geweld en bedreiging. Omdat, zegt men, die twee gedragingen te sterk op elkaar gelijken en er eigenlijk niet verantwoord kan worden waarom dat je in de ene situatie wel zou kunnen genieten van die verschoningsgrond en in de andere situatie niet zou kunnen genieten van een verschoningsgrond. Dus zegt men, bloed- en naverwantschap, zoals we kennen bij diefstal, moet naar analogie, omdat dat logisch is, ook toegepast worden op afpersing. Ik heb jullie daarnet gezegd dat het is belangrijk dat je realiseert dat dat soort redeneringen enkel en alleen kunnen binnen hetzelfde hoofdstuk. Dus bij het overlopen van het wetboek heb ik jullie gezegd, men heeft geprobeerd om de misdrijven een beetje te clusteren, om daar een bepaalde logica in te zien. Dat heeft hij in verschillende hoofdstukken opgedeeld. Wel, binnen zo'n hoofdstuk kan je inderdaad bepaalde principes naar analogie gaan toepassen. Maar je kan dat niet buiten een hoofdstuk doen. Dus je kan niet bijvoorbeeld bij slagen en verwondingen zeggen, ah ja, ik heb mijn moeder geslaan of mijn partner geslaan, maar ik kan genieten van de verschoningsgrond bloed- en naverwantschap die we naar analogie uit de diefstal gaan halen. Dat kan niet, hè, omdat de wetgever dat die keuze gemaakt heeft voor wat meer financieel-economische misdrijven en niet in het hoofdstuk over misdrijven tegen een persoon. Dus die naar analogie redenering kan je doen binnen een hoofdstuk, maar niet daarbuiten. Dat is wel belangrijk om te onthouden. Een volgende voorbeeld dat specifiek gaat over de corruptie. Ik heb hier geschreven dat ik het oude artikel 246 op de slide heb getoond. En zoals ik zei, kan het zijn dat ik voor examens en voor testjes en zo, dat ik bestaande artikelen neem of oude versies van artikelen of toekomstige versies of gewoon fictieve versies van artikelen. Ik had hier misschien moeten zeggen fictief, omdat ik een beetje aan het artikel gesleuteld heb, ik heb het wel vereenvoudigd, maar het is eigenlijk niet hoe dat het echt vroeger was. Maar wat ik eraan toegevoegd heb, is een persoon die in België een openbaar ambt uitoefent. Het is de definitie van corruptie. Corruptie dat trouwens geen woord is dat in onze strafbepaling voortkomt, omdat wij over omkoping praten. Maar je ziet dat omkoping, dat gaat over een persoon die in België een openbaar ambt uitoefent en die een voordeel van welke aard ook vraagt of aanneemt. Dergelijke vormen van omkoping, dat willen we niet. We vinden het heel belangrijk dat het overheidsapparaat, dat daar een zekere integriteit uit blijkt. We vinden het belangrijk dat daar een soort grenzeloos vertrouwen in is in overheidsactoren. Vandaar dat we van elke vorm ook, van elke aard ook, meteen onder toepassingsgebied van het strafrecht brengen. Het gaat hem niet zozeer over wat die beloften en dat voorbeeld eruit ziet. Het gaat hem wel over het feit dat er gerefereerd wordt aan een persoon die in België een openbaar ambt uitoefent. En de vraag is of dat je dan naar analogie ook iemand mag bestraffen die een persoon heeft omgekocht die in Spanje een overheidsfunctionaris is. Dus in dit geval zou het gaan om een man die vervolgd wordt op basis van dat artikel, dus in de vorm die ik heb opgenomen, voor het omkopen van een Spaanse overheidsfunctionaris. Dus de vraag is, kan je dan naar analogie deze bepaling uitbreiden, omdat het toch de bedoeling of de idee geweest is van een wetgever om het overheidsapparaat in zijn totaliteit, de integriteit daarvan, te beschermen. Jullie zijn een beetje aan het twijfelen, maar ik wil toch al wel zien wat jullie geantwoord hebben.
De meeste gaan in de richting van de vrijspraak. En ik vul even in voor jullie, dat is inderdaad het correcte antwoord. Hè. Ik vul even in voor jullie dat dat deels, dat dat vooral ingegeven is door het feit dat het inderdaad een analoge interpretatie zou zijn. Dat er een zekere logica zit dat wanneer je de Belgische, de integriteit van de Belgische overheid beschermt, dat je ook de integriteit van de Spaanse overheid bedoelt. Maar het is een verboden analoge interpretatie, omdat je natuurlijk de strafbepaling uitbreidt. Het is in malen partem. In principe zou deze man niet veroordeeld kunnen worden op basis van deze bepaling. En als je daar de interpretatie, die analoge interpretatie op zou toepassen, dan kan het plots wel. En dat is niet de bedoeling. Hè? Je mag het niet doen in het nadeel van de betrokkenen. Dat voorbeeld van die Spanje-België-zaak en die corruptie is niet een geheel toevallig gekozen voorbeeld, omdat er wel al een aantal jaren geleden even een diplomatieke rel was tussen Spanje en België, precies omwille van deze bepaling. De situatie die zich had voorgedaan, heb ik geprobeerd om schematisch voor te stellen. Hè. Als je toen keek naar de beide wetboeken, de rode in Spanje en de groene in België, dan zag je in die beide strafwetboeken een analoge bepaling waarbij dat de omkoping van hun eigen nationale overheidsapparaat verankerd was. Dus in de beide landen was het omkopen van overheidsambtenaren strafbaar, maar de beide landen hadden bij hun strafbepaling verwezen naar het nationale karakter van die overheidsambtenaar. En dat was net het probleem, hè, want de betrokkenen die had feiten gepleegd, corruptiefeiten gepleegd in Spanje, was dan gevlucht naar België. Spanje had de toen nog uitlevering van de betrokkenen aan België gevraagd, maar België zag zich geconfronteerd met de vaststelling dat datgene wat de betrokkenen gedaan had, dat dat eigenlijk geen misdrijf was. Hè? Want dat er daar geen, dat er geen misdrijf was in België op basis waarvan dat je Spaanse overheidsambtenaren zou kunnen omkopen en het naar analogie toepassen, wat logisch zou zijn, zou leiden tot een uitbreiding in maal en partem wat niet toegelaten is. Dat is trouwens de reden geweest waarom er in een latere fase die bepalingen rond corruptie, ook trouwens onder invloed van een aantal internationale organisaties, die bepalingen rond corruptie in alle landen aangepast zijn. En je in België bijvoorbeeld ziet, als je die bepaling verder zou lezen, ga je zien dat er ook expliciet verwezen wordt naar buitenlandse overheidsambtenaren, dat er zelfs verwezen wordt naar topambtenaren bij internationale organisaties. Maar dus in de oorspronkelijke vorm, en daarover ging het hier, werd er echt wel gekoppeld aan, teruggekoppeld naar die Belgische overheid, waardoor dat een vervolging of een uitlevering van de betrokkenen hier niet mogelijk was. Ik heb nog een laatste voorbeeld. Een beetje een controversieel voorbeeld, hè, maar dat kan op zich geen kwaad. Het is een voorbeeld dat ingegeven is door de recente wijzigingen die er geweest zijn in onze wetgeving rond transseksualiteit. Het is jullie wellicht niet ontgaan dat er de laatste jaren heel wat te doen is over de, of rond de houdbaarheid van de binariteit die we in ons rechtsstelsel hebben. Hè, de binaire opdeling tussen man en vrouw. MVX wordt er ook wel naar, vaak naar teruggegrepen. Zelfs in die mate dat de vraag is of dat iemand wel een vast label moet krijgen, dan wel of we niet allemaal gewoon de mogelijkheid moeten krijgen om ook een zekere fluiditeit te hebben in het gender waarmee dat we ons identificeren. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat er een zeer uitgebreide en vergaande transseksualiteitswetgeving is in België, waarbij het mogelijk is dat een persoon een verklaring aflegt op de burgerlijke stand, waarbij dat die het geslacht waarop dat die ingeschreven staat zou wijzigen. Dus dat betekent dat jij en ik het recht hebben om ons naar de burgerlijke stand te begeven en om te verklaren, in mijn geval dan, van kijk, ik sta hier wel in uw boek als vrouw, maar ik voel mij eigenlijk man, ik wil ook erkend worden als man, ik wil dat dat aangepast wordt. Het is omdat die mogelijkheid er nu bestaat, dat men zich ook de vraag stelt, ja, wat betekent dat eigenlijk voor de referenties naar man-vrouw als slachtoffer in onze strafbaarstellingen? Want we hebben wel heel wat strafbaarstellingen waar expliciet verwezen wordt naar vrouwelijke slachtoffers of mannelijke slachtoffers. We hebben in de vorige sessies al verwezen naar bijvoorbeeld de genitale verminking, waar verwezen wordt naar het vrouwelijk slachtofferschap. En ik heb voor deze oefening een andere strafbepaling op de slide gezet, waar ook verwezen wordt naar vrouwelijk slachtofferschap. En dat is de strafbepaling rond abortus.
waar we ook in de andere sessies al over gepraat hebben. Bij abortus staat er dat de strafbaarstelling gekoppeld is aan hij die, al of niet geneesheer zijnde, hoe, dat maakt er ook niet zoveel uit, door enig middel, weliswaar opzettelijk, vruchtafdrijving veroorzaakt bij een vrouw. Een vrouw die daar niet heeft toegestemd en dan wordt de strafmaat bepaald. En de vraag is, wat doe je met de situatie die ik in de casus geschreven heb, waarbij dat een man vervolgd wordt voor het veroorzaken van een vruchtafdrijving op een zwanger persoon, maar die persoon die was naar de burgerlijke stand geweest en had zich juridisch laten inschrijven als man. Kan je dan de betrokkenen nog altijd vervolgen en veroordelen voor die vruchtafdrijving of kan dat dan niet meer? Dat is de vraag. Stel dat je een vruchtafdrijving veroorzaakt op een zwangere man, kan je dan nog altijd onder toepassing vallen van de bepaling zoals we die in 348 zien staan? De meeste onder jullie die komen tot een veroordeling. Er zijn ook wel een aantal die toch gekozen hebben voor de vrijspraak. Er is een overwicht voor de veroordeling. Ik weet dat ik jullie moet teleurstellen, want dat er in praktijk eigenlijk een vrijspraak moet volgen, omdat het concept van een vrouw eigenlijk juridisch gezien, of in ons dagelijks taalgebruik, weinig ruimte laat tot interpretatie. Dus wat het een vrouw is, dat is duidelijk. Daar is een letterlijke interpretatie mogelijk. We moeten daar niet gaan kijken naar de doelstelling van de wetgever, want het woord vrouw is eigenlijk duidelijk. Het is geen begrip waar discussie over zou kunnen zijn. Je zou dan kunnen zeggen, ja, we gaan kijken naar naar analogie, dan ook niet logisch zou zijn dat de vruchtafdrijving veroorzaakt bij een man ook strafbaar zou zijn. Ik volg jullie absoluut dat het dan logisch zou zijn dat ook dat strafbaar zou zijn. Maar een dergelijke analoge interpretatie leidt tot een uitbreiding in malenpartemen, in het nadeel van de betrokkenen, het nadeel van de dader, wat dus een uitbreiding van de strafwetgeving zou veroorzaken, wat eigenlijk niet toegelaten is. Dus een dergelijke analoge interpretatie is enkel aanvaardbaar als het leidt tot een beperking van de feiten die onder toepassingsgebied van uw strafbepaling vallen. Dus in dit geval, helaas, zou dat betekenen dat de betrokkenen, dus het slachtoffer hier, niet of geen vervolging zal kunnen zien op basis van 348, omdat de feiten niet vallen onder het toepassingsgebied dat in artikel 448 beschreven is. De letterlijke interpretatie maakt duidelijk dat het gaat over vruchtafdrijvingen bij een vrouw. Dus daarover is taalkundig gezien weinig twijfel. En het naar analogie uitbreiden met een vruchtafdrijving veroorzaakt bij een man is weliswaar logisch, maar zou leiden tot een uitbreiding en is daarom niet toelaatbaar. Samengevat. De redenering van de analoge interpretatie komt dus maar op het moment dat uw letterlijke interpretatie tot een onlogica zou leiden. En dat het niet logisch is dat je iets zo zou interpreteren omdat er ergens anders iets anders is. Dus je mag die redenering van een strafwetgever ergens gebruikt heeft toepassen op een gelijkaardige situatie. Als je kan argumenteren waarom dat dan een gelijkaardige situatie is en waarom dat het logisch zal zijn dat je dat doortrekt. Hè. En dat kan maar binnen een hoofdstuk, zoals ik jullie zei. En dat kan maar van zolang dat het in bonam partem is. Dus het moet in het voordeel zijn van de dader of de verdachte. Als het een analogie is in het voordeel van de verdachte, dan mag het. Als het een analogie is in het nadeel van de verdachte, dan mag het niet. Dus wat we gezien hebben over de goede zeden, waarbij dat het misschien logisch zou zijn dat smakeloze gruwelvideo's of die videogames, dat ook dan verboden zou zijn, kunnen dat niet onder de goede zeden brengen, want die verwijzen enkel naar de seksuele moraal. En een logische uitbreiding naar analogie met geweld is iets wat dat een uitbreiding in malenpartem zou betekenen. Hetzelfde voor die corruptie. Hè. Ondanks het feit dat we het misschien allemaal logisch zouden vinden dat het gewoon gaat om de integriteit van het overheidsapparaat en dat het omkopen van Belgische ambtenaren eigenlijk ook logisch gezien dan de omkoping van Spaanse overheidsambtenaren strafbaar zou moeten zijn, is een analogie in malenpartem, in het nadeel van de dader, en dat mag dus niet. Hetzelfde met die transgenderwetgevingen. We vinden het misschien allemaal wel logisch dat die vruchtafdrijving veroorzaakt bij een
persoon die juridisch gezien een man is, hè, dat dat dan ook strafbaar zou zijn. Dat is logisch, maar het is een uitbreiding van de strafbepaling. Je kan niet argumenteren dat het woord vrouw onduidelijk is. Hè. En vandaar dat je dus niet kan argumenteren dat je naar de doelstelling moet gaan kijken. Tot zover de interpretatie van de strafwet. Op vandaag hebben we geen bepaling in onze strafwetboek wat dat toelicht hoe dat die interpretatie juist in zijn werk moet gaan. In het nieuwe strafwetboek heeft men wel het initiatief genomen om die interpretatie of die regels rond interpretatie, zij het zeer kort hè, samen te vatten. Je ziet het hier staan. Er wordt gezegd, ja, je moet strikt gaan interpreteren. Dat is die letterlijke interpretatie, ingegeven door het legaliteitsbeginsel waar men naar verwijst. En er kan dus geen analogie zijn als dat in het nadeel is van de vervolgde persoon. Is eigenlijk ook wat ik zei over dat onderscheid tussen in bonam en in malem partem. Tussen de regels hier kan je wel lezen dat een analogie wel toegepast kan worden als dat in het voordeel is van de vervolgde persoon. Tot over interpretatie, dus de manier waarop ik dit vraag op het examen, ik ga jullie niet vragen, vertel me een keer iets over letterlijke interpretatie of vertel me een keer iets over analoge interpretatie. Wat ik doe is, ik geef jullie een casusje en ik geef jullie een strafbepaling en ik vraag, valt het eronder, ja of nee, niet? Op basis van welke redenering, op basis van welke interpretatie kom je tot die conclusie? Als het gaat over de doelstelling of de bedoeling van de wetgever, begrijp ik ook wel dat dat iets is waar jullie niet altijd zicht op hebben. En als ik daar iets over vraag op het examen, dan gaat dat altijd over dingen die dat we zijn tegengekomen, ofwel in onze lessen, ofwel in het boek, ofwel in de video's, die de begeleide zelfstudies die jullie krijgen. Dus nu weten jullie al bijvoorbeeld hè, dat de bedoeling achter die strafuitsluitende verschoningsgrond, bloed- en aanverwantschap, dat de bescherming van het gezin is. Hè. Dat is nu een bedoeling die dat jullie kennen. En als ik daar iets over vraag op het examen, zijn er altijd dingen die dat we aan code route ergens zijn tegengekomen. Ik had jullie gezegd dat je vandaag ook het derde deel, ik ga zelfs terugkomen op de vragen, dat we ook hoofdstuk 3 gaan doen. Dat is iets wat jullie zelfstandig doen. Je kan dat nu doen of je kan dat op een ander moment doen. Hè. Het is een gelijkaardige oefening waarop ik jullie strafbaarstellingen voorleg en vraag of dat daar nu een probleem mee is of niet. Nu gaat het niet over de wisselwerking met een bepaald dossier, maar in deze oefening gaat het over de wisselwerking met het EVRM. Dus ik ga jullie iedere keer vragen, deze strafbaarstelling, kan dat nu of kan dat niet? Is er daar een mensenrechtelijk probleem of niet? Dus de bedoeling dat je eerst die oefening zelf gaat maken en dat je dus zelf aan de slag gaat met het EVRM en met die strafbaarstellingen. En als je de opdracht hebt ingediend op je fora, dan ga je merken dat je toegang krijgt tot een video waarin ik stap voor stap opnieuw al die opdrachten overloop en jullie wat suggesties aanreik van hoe dat je een argumentatie zou kunnen hebben opgebouwd. Ik ga jullie nog even de mogelijkheid geven om vragen te stellen als er wel onduidelijkheden waren rond die interpretatie. En voor diegenen die meteen aan de slag zullen gaan met het EVRM, geef mij even tijd. En dan kom ik zelfs op de chat als jullie mij nodig hebben. En voor de anderen, tot volgende week.